Krzysztof Cyl, Telewizja Polska, NL. Wie ben jij? Mijn naam is Erwin Kootjans. Ik ben CEO van Nunner Logistics. Wij zijn een internationale dienstverlener en wij hebben vestigingen in heel Europa. 27 vestigingen in totaal. Ook in Polen zijn wij behoorlijk sterk vertegenwoordigd. We hebben vestigingen in Wrocław, in Sosnowiec, in Mirków, in de buurt van Warschau en in Gdansk. En we hebben hier in Nederland behoorlijk wat Poolse medewerkers in dienst en ook een groot aantal Poolse uitzendkrachten. En dat met name in onze vestigingen in Helmond en in Venlo. Oké, vertel het alsjeblieft iets over personeel face. Poolse medewerkers zijn voor ons bedrijf heel belangrijk. Wij hebben ontzettend veel mensen nodig in het warehouse om allerlei zaken om te pakken. Laten we zeggen logistieke werkzaamheden in het warehouse. Maar daarnaast hebben wij ook op kantoor best wel een behoorlijk aantal mensen die op kantoor werken. Die gewoon volledig meedraaien in ons bedrijf. Dat zijn vaak uitzendkrachten geweest die wij zeer hoog waarderen en die hebben wij dan aangenomen als wij daar plaats voor hebben. En dat gezegd hebbende, dat de Poolse medewerkers voor ons erg belangrijk zijn, was voor mij ook reden om die mensen eens een keer in het zonnetje te zetten. Ook om onze Nederlandse medewerkers, die nog niet te veel contact hebben met Poolse medewerkers, om die de gelegenheid te geven om samen met de Poolse uitzendkrachten en medewerkers samen een feestje te hebben. We hebben Poolse muziek, Pools gebak beginnen we mee, Poolse catering, alles. Ik denk dat het iets is waar onze Poolse medewerkers van zullen genieten, dat hoop ik. Natuurlijk. En wat is belangrijk? Belangrijk is voor vandaag integratie. Integratie van Poolse en Nederlandse medewerkers. Ja. En wat denk je? Goede ideeën? Dit kan nog ombouwen. Daar zullen we moeten zien. Ik denk dat het een heel goed idee is om te beginnen. Ik zei dat net al een beetje. Dus we hebben zowel onze Nederlandse medewerkers als onze Poolse medewerkers uitgenodigd en Poolse uitzendkrachten. Ik denk dat het een hele goede mogelijkheid is voor met name ook de Nederlanders om de Poolse cultuur en de Poolse muziek en Poolse eten te leren kennen. En misschien ook wel de Poolse manier van feesten. Ik hoop dat ze gezellig middag hebben. Jesteśmy dumni, że możemy tutaj dzisiaj być właśnie na imprezie firmowej, skierowanej nie tylko do Polaków, ale również do Holendrów, którzy mogą spróbować naszą kuchnię, bo nie wszyscy ją znają. Jak prywatnie odbierasz? Przyszłam tutaj z niezmierną ciekawością, jak Holendrzy zareagują na naszą kulturę, na nasze jedzenie, ponieważ my, będąc w ich kraju, znamy ich kulturę, znamy ich obyczaje, oni nas kompletnie nie znają, znają nas tylko tyle, że mijamy się w pracy, tak? Pracujemy razem. To, jak żyjemy i jak wygląda nasze życie, tego nie wiedzą, mam nadzieję, że dzisiaj poznają i mam nadzieję, że będą zadowoleni z tego. Kawałek naszej polskiej kultury i przede wszystkim smaczne jedzenie. Plany przyszłościowe dla obydwu? Plany są takie, że zostaję tutaj, mam rodzinę, dom, także wiążemy przyszłość tutaj z Holandią. U pani tak samo? Oczywiście nie zamierzam rezygnować. En reden om dit, onze Poolse medewerkers in het zonnetje te zetten is ook om naast het feit dat wij iedere dag denk ik heel goed voor ze zijn. Met eten, met de manier waarop ze kunnen pauzeren, noem het allemaal op. Is dit voor ons hopelijk ook een stukje reclame naar andere Poolse potentiële medewerkers. Waar wij heel graag van willen dat ze ook bij ons komen werken in de toekomst als we ze nodig hebben.